Real Madrid en Liverpool treffen elkaar zaterdagavond in de finale van de Champions League, waarin de Portugees de topscorer aller tijden is. Ronaldo was dit seizoen 15 keer trefzeker in 12 wedstrijden in het toernooi, waarbij hij zijn ploeg hielp aan een derde finale op rij. Op een persconferentie verwerpt Zidane het idee dat hij liever Salah in zijn selectie zou hebben. Nee, ik heb Cristiano en ik praat over mijn spelers. Cristiano weet dat een speler moeilijke momenten kan hebben, daarom is hij de beste. Sommige spelers lijden onder druk, andere juist het tegenovergestelde, en hij is er één van. Hoe meer je hem bekritiseert, wees voorzichtig. Zidane weigert prijs te geven hoe zijn basisopstelling eruit komt te zien, maar voorhoede met Ronaldo, Karim Benzema en Gareth Bale behoort tot de mogelijkheden, na zijn lofprijzen over de aanvaller uit Wales. Hij is erg goed, hij heeft veel doelpunten gemaakt. Hij heeft niet veel gespeeld, maar hij had veel continuïteit op de training en hij deed het goed, vooral bij het scoren. Ik ben hier elke dag met de 25 spelers. De anderen spelen goed en ze verdienen hun kans, voor mij is de BBC verreweg de beste. Ze hebben het vaak laten zien, maar in de dagelijkse praktijk, als ik tegen mijn groep zeg dat ze allemaal belangrijk zijn, moeten ze dat laten zien. Het betekent niet dat die drie niet meer samen kunnen spelen, ze speelden in El Clasico samen.